eerste stappen. Wie kent er nog een ander type rivier? Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft. Zag hij me nou echt niet? Of negeerde mij gewoon expres? Het antwoord is je had het antwoord wel even moeten geven. Dus je wist het toch? En vanochtend bij muziek maakte meneer Bergman groepjes van twee. Alleen hij was mij vergeten om in te delen. Ik kan moeilijk die opdracht van muziek overslaan. Dan krijg ik geen cijfer. But it's so cold and I don't know where. Gaan vragen of ik mee mocht doen voor de opdracht. I brought you daffodils on a pretty string. Nou, ik dacht echt, zoek het maar lekker uit. With somebody who loves me. Oké, goed, dames. Bergman merkte het niet eens op dat ik niet had meegedaan. Op zich wel relaxed. En even kijken, Meike. Met wie zat jij in het groepje? Bij niemand. Bij niemand? Was je de vorige les er niet dan? Jawel. Alleen nu heeft me helemaal niet ingedeeld. Goed, je moet het alsnog wel doen, weet je? Jullie mogen je spullen pakken. Vind je ook niet dat het een beetje gek was, net? Je moet gewoon een beetje meer opvallen. En daarmee bedoel ik iets meer je stem laten horen. Denk trouwens nog dat je het nog een keer niet meer wilt doen. Ik haat echt mijn spreekwoord hebben. Behalve Manuel dan. Ik had eens met hem gezoend, maar hij deed echt super vaag. Ik ben echt helemaal klaar met die player. Throw my head on the plate for you. Je oma. Die is echt heel gaaf hoor. Mijn oma ligt ook in het ziekenhuis. Ze heeft dus gebroken knie. Maar mijn oma is echt heel cool. Ook heeft ze laatst een knieoperatie gehad en daarvan moet ze nu ook best wel lang revalideren. Nou, Anna die moet zeg maar zo huilen omdat haar oma die gaat binnenkort dood. Denk je nou dat je grappig bent of zo? Nou, wat kan ik er nou weer aan doen dat hij me niet ziet? En de vorige les, u zag mij ook niet eens. Vind jij het moeilijk om contact te maken? Het was zo'n gesprek met een leraar dat je denkt, wat heb ik hier nou aan? En ik wilde u graag uitnodigen voor een gesprek. Niets ernstigs hoor. Nu ben ik ineens het probleemgeval. Terwijl ik met Anna voor het zingen een zeef had. Het was wel denk ik beter toen niemand meer opstaat. Tijd voor vrije man.